Rendel Feller heeft vanmorgen een protestactie gehouden nabij het assembleegebouw. Hij werd daarbij ondersteund door een kleine groep mensen. Feller, die geen vergunning had, werd door de politie gevraagd zich vandaar te verwijderen. Na wat gehaal en getrek zei hij dat hij een petitie wilde indienen. Feller las de petitie voor. Wij, burgers van Suriname, willen middels deze petitie uw aandacht vragen voor de volgende. Sinds maart 2020 worden we geconfronteerd met het zogenaamde COVID-19-virus. Echter hebben we geconstateerd dat de COVID-19-pandemie een andere agenda heeft dan ons wordt voorgehouden. De maatregelen die er getroffen worden om het zogenaamde virus de kop in te drukken, kunnen we in een woord draconische maatregelen noemen, en dat wij ze stuk voor stuk indrukken tegen onze vrijheden en de rechten van de mens. En dat duizenden mensen in ons land in lockdown worden gehouden, terwijl er slechts een handjevol mensen en wel nog door onderliggende aandoeningen sterven. Ook constateren wij dat onze samenleving gebukt gaat onder zaken die de beleidsniveau door uw regering worden uitgevoerd en waarbij er geen rekening wordt gehouden met de minder en minst bedeelden in onze samenleving, waardoor de armoede onder de bevolking groter wordt. Zaken waaronder de grote delen van onze samenleving gebukt gaan zijn, de steeds stijgende benzineprijs, waardoor de bevolking het zich niet meer kan permitteren. 2. De toename van de prijzen voor de levensonderhoud en van de levensmiddelen in de winkels. De verhoogde koers van 18 SRD, welke doorwerkt in een financiële handeling die er gepleegd wordt door de burger. In de petitie staat verder dat de regering doet aan vriendjespolitiek door familieleden en vrienden te accommoderen. De politie deelde Feller mee dat de petitie mag worden ingediend zodra de voorzitter of dienstvervanger aanwezig is. Dat is echter niet gebeurd. We hebben net contact gemaakt met de assemblee. Het bleek dat de voorzitter niet binnen is. Even laat me uitpraten toch. We kregen de gelegenheid. En een andere vertegenwoordiger. Hij geeft door, zodra hij binnen is, dat hij uw wenk gaat geven wanneer u, hoe lang u uw petitie kan indienen. Ja? Als u even verspreid staat, wij houden ons aan de COVID-protocollen. Als u dat niet wil, dan laat ik het midden, dan zullen wij, u gaat verder op staan en dan geef ik uw wenk zodra het zover is. Ja? Oké, als u zich verder op... Ik ga persoonlijk naar de heer Belfort gaan straks en ik ga proberen meneer Bouvat te bereiken. Hopelijk lukt het me. Maar dit kan niet. Je moet een afspraak maken om een petitie in te dienen. Een afspraak maken. Je dient het volk 1 maand 24 uur via dit jaar zijn tikkie wat je kon aan staat kosten. Je kan het je paaien ook toe. Je dient 1 maand 24 uur bereikbaar te zijn. Maar ga niet met mensen discussie gaan bij moe. Rendel Feller die vanmorgen protesteerde tegen het beleid van de regering. Hij zal een afspraak moeten maken om zijn petitie alsnog in te dienen.